Goedendag, ik ben Sam Vermeijer, productspecialist voor tractoren voor Benelux. We staan hier vandaag in Oudenaarde op de werktuigdagen. Omstandigheden zijn niet ideaal, maar dat is geen probleem. Dus we staan hier voor onze T7300. Ons longwielbeesgamma ging voorheen altijd van 230 tot 270. Nu met de 300 gaat het van 230 tot 300. Wat is er nu verschillend aan de 300 ten opzichte van de andere modellen? Onze 300 heeft een EVGT, dat is een elektronisch variabele geometrieturbo. Dit zorgt ervoor dat op elk toerental zoveel mogelijk turbodruk kan gemaakt worden voor een mooie egale koppelcurve. Nog iets wat verschillend is, aangezien dat we een groter vermogen hebben, moeten we natuurlijk ook meer koelen. Daardoor hebben we een ventilator met één blad meer en een groter radiator. We hebben heel wat nieuwe dingen op ons nieuwe longwielbeesgamma. We gaan van voor beginnen met de walkaround. We beginnen met de camera. In de neus hebben we hier een camera zitten. Dus een 170 graden. Dus wat wil dat zeggen? Is dat je eigenlijk, als je een kruispunt oprijdt, links en rechts heel goed kan zien, zonder dat je de neus volledig op het kruispunt rijdt. Wat is er nog veranderd? Nu kunnen we de rijverlichting volledig in LED aanbieden. Compleet met volledige werkverlichting en achteruitlichten volledig in LED. De fronthef hebben we ook vernieuwd. We hebben een nieuwe slimme feature. Als de hefarmen volledig naar beneden zijn, je laat de knop los en je drukt hem volledig in, zal de tractor door zijn voorasvering zakken. Dit maakt het mogelijk van eventueel een gewichtblok die niet op een palet staat, van die toch op te pikken zonder in de cabine te gaan en de voorasvering te laten zakken. Met ons nieuwe longwielbeesgamma introduceren we meteen ook een nieuwe vooras. Dit is de 4.5 vooras. Voorheen hadden we altijd de 4.0 vooras. Die is nog altijd beschikbaar, maar optioneel kunnen we tot de 4.5 vooras gaan. Wat is er nu verschillend aan die 4.5 vooras? De as zelf is hetzelfde, maar we werken met de eindreductoren van onze T7 Heavy Duty, van de 4.75 as. Op ons longwielbeesgamma kan je nu dus kiezen tussen een 4.0 en een 4.5 vooras. Op de T7300 heb je standaard die 4.5 vooras. We hebben ook serieus aan onze voorasvering gewerkt. Het principe is hetzelfde gebleven, maar we werken met grotere stikstofaccumulatoren en de volledig hernieuwschreven software voor de voorasvering. Nu hebben we drie standen, zacht, middelmatig en hard, waar je op de zachte stand echt de motorkap door de vooras ziet tuiken bij het optrekken en bij het vertragen van de tractor. Ook hebben we standaard op ons longwielbeesgamma een grotere brandstoftank. Nu kunnen we tot 465 liter in het veld meenemen. Standaard met die grote brandstoftank heb je ook een beschermplaat van onder, zodat de brandstoftank nooit kan beschadigd worden als de omstandigheden niet optimaal zijn. Kijken we naar de wielen, kunnen we nu op de 260 en de 270 groep 48 banden aanbieden. Standaard op de T7300, groep 48, wat wil dat zeggen? Hier is dat de 710 70 R42. We zitten momenteel in onze nieuwe cabine, de Horizon Ultra cabine. Deze kennen we al van de T7 HD. Nu komt deze ook op onze longwheelbase autocommand en powercommand sidewinder. De cabine is groter, momenteel de stilste in de markt. Een compleet nieuwe armleuning. We hebben een tal van knoppen van boven naar onder verplaatst, zodat je altijd van op de armleuning alles kan bedienen. We hebben een nieuw IntelliView 12 scherm. Een tal van mogelijkheden ISOBUS en GPS. We hebben een nieuw display als dashboard. Dus dat is de InfoView display met tal van parameters erop in een overzichtelijk beeld. Hier hebben we nog een dashboard display in de A-stijl, zodat we duidelijk alles van waarschuwingssymbolen, van voortrakt, van differentieel allemaal kunnen zien. Deze tractor is uitgerust met de immobilizer, met start-stopknop. Wat wil dat zeggen? Als deze immobilizer zich niet in de cabine bevindt, zal de tractor niet starten. Dit is gemakkelijk voor eigenaars met de grote vloot tractoren. Dan kunnen er verschillende tractoren aan één sleutel worden toegewezen, zodat één chauffeur met verschillende tractoren kan vertrekken. Onder onze bijrijderszetel hebben we nog een frigobox waar we 2,5 liter flessen in kwijt kunnen. Kijken we achter de bijrijderszetel, hebben we hier nog een extra opslagplaats. Hier hebben we ook een 230 volt stekker en een USB-stekker. Met onze immobilizer kunnen we ook de tractor, zoals in de auto-industrie, van op afstand openen en sluiten. Als je hem sluit, zal dit ook automatisch de automatische batterijsleutel activeren, zodat je nooit wakker wordt met een leeg accu. We zetten onze walkaround voort naar de achterkant van de cabine. Wat meteen opvalt is de hydraulische cabinevering. Dit is onze semi-actieve Comfortride cabinevering. Cabinevering is in drie standen in te stellen. Soft, automatisch of hard. Afhankelijk van de eisen van de chauffeur. Wat zien we nog aan de achterkant? De achterruit is verder naar beneden gebracht zodat je een optimaal zicht hebt op de machine. We werken nu met een ander soort ventielen. Met hendels voor het drukloos zetten van de ventielen. Ook de schuivers zijn veranderd, waardoor het vuil mooi van de ventielen wegbeweegt bij het aan- of afkoppelen van machines.
Aan de spatborden hebben we twee knoppen toegevoegd. Dus we hebben al de standaard heffen en zakken van de heffenrichting. Het uitschuiven of inschuiven van het hydraulisch derde punt of een ventiel naar keuze. Dan de twee extra knoppen zijn het motormanagement. Dus we kunnen gaan kiezen tussen engine speed management 1 of engine speed management 2. Dat is gemakkelijk. Bij het vullen van een mestvat kunnen we de aftakas hier aanzetten. En eens dat de pomp op gang is, kunnen we doorschakelen zodat deze 1000 toeren draait. Dan hebben we ook nog een rode knop. Dit is de stopknop. Als de stopknop bediend wordt, zal meteen de motor volledig uitschakelen en de tractor zijn handrem opzetten. De noodstop is niet meer actief boven de 5 km per uur om accidentele inschakeling te voorkomen. Nu ook in onze optielijst de hydraulische stabilisatoren. Wat is het voordeel van hydraulische stabilisatoren? Je bent altijd zeker dat het werktuig vaststaat. Ik hoop dat jullie wat bijgeleerd hebben tijdens deze walkround over onze nieuwe T7 Long Wheelbase. Indien je meer info wenst, kom ons dan zeker bezoeken op Agribex of contacteer je lokale dealer voor meer info of een demo.